Lilian, gefeliciteerd, wereldkampioen. Maar makkelijk ging het niet, hè? Nee, het was echt spannend tot de laatste medalrace. De punten lagen heel dicht bij elkaar. Dus uiteindelijk super blij met mijn derde wereldtitel natuurlijk. En ik moet zeggen, het is nog nooit zo spannend geweest, denk ik. In Aarhus was ik natuurlijk al voor de medalrace wereldkampioen. Australië was ik ook wel wat puntjes los. Maar deze was wel echt heel spannend. Ja, maar wat zegt dit richting die Spelen? Dat iedereen dichterbij je is gekomen? Het zit wel heel dicht bij elkaar. Dat komt ook omdat we hebben nu echt een spelenveld. Dat betekent dat er maar 25, 26 dames zijn. Want de rest zijn allemaal overgestapt naar de IQ Foil. Dus dat is wel een goede oefening. Maar je merkt dat de top 7 dames is best wel goed. Dus dat zit heel dicht bij elkaar. Dus als je bijvoorbeeld een goede start hebt en de ander slecht start, dan komen ze al heel snel alweer naar voren. En daardoor heb je toch dat je minder een puntenverschil kan maken in de wedstrijden. Waardoor de punten heel dicht bij elkaar zitten. En kleine foutjes die je dan maakt, die worden dan snel afgestraft. Ja, je kan dus niks laten liggen richting de Spelen. Voelt dat ook zo? Met andere woorden, ben je gestrest richting de Spelen? Ik merk dat ik wel echt al goed heb gevaren hier tijdens dit WK. Dat ik echt heel lekker in zat en we hebben echt wel stappen gemaakt. We willen nog wel de laatste puntjes op de i zetten richting Japan om nog een extra stap te maken. En ik hoop dat dat er gaat lukken. Ik ben al heel blij. Ik ben sowieso heel blij met dit resultaat en hoe het is gegaan dit WK. Maar we gaan nog wel de komende maanden de puntjes op de i zetten en er hard tegenaan om de Spelen in Tokio voor de hoogste plek te gaan. Ja, maar dat is natuurlijk de bedoeling. Je gaat er als favoriet naartoe. Het gat is dus wel kleiner geworden. Je moet dus echt wel scherp die kant op gaan. Daarvan ben je je bewuster geworden? Zeker. Ja, ik merkte al dat de concurrentie, ook bijvoorbeeld die Française, Charlene, die had ook echt wel een stapje weer gemaakt. Dus wij moesten ook weer een volgende stap maken. En ja, ik merk dat ik ook wel echt die stap heb gemaakt. Anders had ik haar, denk ik, dit WK niet kunnen verslaan. We moeten zeker nog zoeken naar nog een extra stap richting Japan. Maar ja, we liggen op schema en dit was wel het doel. Ja, maar wat is die stap dan die je nog wil zetten? Waar is nog winst te halen? Ik denk vooral in het nog slimmer varen. Dus tactisch en strategisch. Ten opzichte van de wind en van de concurrenten. Dat is een hele belangrijke. Daarnaast fysiek zijn we nog bezig met een extra stapje. En uiteindelijk hebben we natuurlijk voor dit jaar Japan als echte piek evenement. Dus daar zal ik dan optimaal fysiek aan de start staan. Dit was wel een mini piek. Dus ik was wel ik was wel scherp. Maar we hopen in Japan nog scherper te zijn.